Oh nee, iemand is aan het saboteren. Dus dat betekent dat we een code in moeten voeren. Among Us was afgelopen jaar razend populair en werd over de hele wereld gespeeld. Deze game, ik speel het zo vaak en het is zo leuk! In de game speel je samen met anderen en moet je proberen uit te vinden wie van de spelers de bedrieger is. De imposter. Iedereen ziet er in de game uit als dit figuurtje, een crewmate. En nu is er dus een kip nugget die, zoals je ziet, daar precies op lijkt. Een Amerikaan vond hem in zijn patatmenu en besloot hem dus niet op te eten, maar op een veilingsite te zetten. Een slimme zet, want meer mensen willen de Among Us snack hebben en daarvoor betalen. Op dit moment staat de teller op bijna $100.000, zo'n 80.000 euro, voor een kipnugget. Of hij ook echt voor zoveel geld verkocht wordt, is nog even afwachten. Morgenochtend sluit de veiling.